Kurzat, wat een ontknoping afgelopen maandag. De 2-1 in de allerlaatste seconde binnengeschoten. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Toch wel een lastige wedstrijd vanuit onze kant, vond ik. En dat bleek ook in de rust, in de kleedkamer. We kwamen ook 1-0 achter. Maar we hebben weer veerkracht getoond en weer laten zien dat we wel echt een team zijn, zeg maar, tot de laatste minuut. Ja, het was echt een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft verliep heel erg moeizaam. De tweede helft was al een stuk beter. Wat heb je geleerd van deze wedstrijd? Wat heb ik geleerd van deze wedstrijd? Dat je er ondanks alle, zeg maar, het ging de eerste helft niet goed. En ondanks dat je er wel geloof in moet blijven houden en positiviteit moet uitstralen naar iedereen toe. Zodat iedereen een schepje er bovenop doet en uiteindelijk zie je wat dat kan resulteren. Dan is zondag de wedstrijd tegen Cambuur in eigen stadion. Het is een ploeg die heel veel doelpunten maakt, maar ook heel veel tegenkrijgt. Verwacht je dan ook een attractieve wedstrijd? Het zou leuk zijn voor de supporters, in onze voordeel natuurlijk altijd. Maar ze hebben de laatste wedstrijd 8-1 gewonnen uit bij Os. Met de rode kaart. Daarvoor volgens mij 4 doelpunten gemaakt. Dus in die zin klopt. Maar ik hoop gewoon dat wij goed staan. Zodanig dat zij tegen ons geen doelpunten maken. En dan dit keer vanaf het begin? Ja, dat is altijd onze bedoeling. Vanaf het begin natuurlijk gelijk erbovenop willen klappen. En we spelen thuis, dus daar moeten we ons voordeel uithalen. Na de wedstrijd tegen Cambuur wacht de interlandbreak. Een periode van 2 weken waarin er dus geen wedstrijd wordt gespeeld. Is dat iets waar je naar uitkijkt of heb je liever gewoon dat we gewoon doorspelen? Ik persoonlijk heb het liefst gewoon doorspelen. Maar als we dan een periode vrij hebben, is dat wel lekker. Want we hebben wel best drukke schema achter de rug. Dus in die zin is het wel weer lekker om even een aantal dagen te kunnen rusten. Dan ben je nu al een paar maanden de aanvoerder van ADO Den Haag. Hoe is het om voor deze club te spelen? Bijzonder, eerlijk gezegd. Het is hartstikke mooi dat we het ook goed doen. En in die zin heb ik heel veel ervaren jongens om me heen die ook hun steentje bijdragen. Dus ik vind het, zoals ik in het begin had gezegd, een hele mooie club. Die nog altijd in de Eredivisie thuis hoort qua alles. En ik hoop dat we dat vroeg of laat kunnen bewerkstelligen.